Dus dit is nu wat je ziet als je binnenkomt. Ik heb gedroomd dat ik continu moest haasten. Dat ik overal te laat voor kwam. En dan in combinatie met een gebroken wit truitje. Oh, lekker zeg! Hallo, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is zondag namiddag. En ik had vandaag een hele gezellige high tea bij een vriendin. En ja, ik ben nu weer thuis en ik dacht, ik wil eigenlijk vandaag gewoon een vlog starten. Zo gezellig. Marco die was gisteren en eergisteren op een cursus, naar een cursus in Antwerpen voor zijn werk. Gisteravond zijn we gezellig drankjes gaan doen in Utrecht. En ja, nu dus een high tea. Dus ik heb een leuk sociaal weekend gehad. Maar nu vond ik het wel lekker om gewoon thuis nog even te vloggen. Ik had net een hele mooie outfit aan. Die ga ik morgen ook weer shooten voor Instagram. Dus die zien jullie wel op mijn Instagram. Maar nu heb ik weer even mijn slobbertrui. En hieronder alvast een sportsetje. Want ik maak iedere zondag buikshots. Daar helpt Marco me mee. Zo gebeurt hoor. Het is gewoon iedere keer een shot voor mijn buik om de transformatie te zien. En ik ben op zondag, wissel ik steeds. Dus ik ben nu 23 weken. Dus ik ben er alvast klaar voor als hij zo terugkomt uit Gamma. Want hij was nog even een nieuw stopcontactding aan het halen. Want deze is heel erg vergeeld en we willen eigenlijk een plattere. Maar ik ga jullie nu even laten zien hoe de babykamer eruit ziet. Want al het behang zit erop. Zoals je ziet ook de hoek. Ik vind het zo mooi. En Marco die vroeg of ik het goed vond toen ik weg was. Als hij alvast een beetje het zou indelen. Gewoon wat dingen uit de verpakking halen. Dat je iets meer gevoel krijgt van de babykamer. En dat is helemaal prima. Want we moeten het toch wassen vlak voor de baby komt. Dus dit is nu wat je ziet als je binnenkomt. De commode. Aankleedkussen hebben we alvast even neergelegd. Giraf heeft een plekje gekregen. Hier gaan we waarschijnlijk nog een vrij smalle stoel neerzetten. Zodat ik hier ook kan voeden als ik wil. We hebben een heel schattig kleedje, luieremmer. En hier hebben wij het ladykantje. En ja, het is gewoon een heel knus klein kamertje waar alles in past wat we nodig hebben. Super chill. Dus ik vind het helemaal leuk. We gaan nog wel kijken dat we het kleedje iets eerder laten beginnen hier of zo, hoe dat eruit ziet. Mochten jullie je trouwens afvragen waar iets hier vandaan komt. Ik heb op mijn Hadza-bord heb ik weer eventjes alle producten gelinkt. Die heb ik bijgewerkt. Dus dan kun je daar echt de dingen vinden die wij hebben. Zoals dit lakentje, die knuffel, het kleedje. Ik zal ook kijken of ik het behang erop krijg. Warning, het is wel moeilijk behangen. En dan gaan we waarschijnlijk aan deze kant die kruidenrekjes plaatsen. Waar we bijvoorbeeld prentenboekjes en zo achter doen. En aan deze wand bij het bedje gaan we twee hele schattige postertjes in de lijst hangen. En eigenlijk, ja, is het dan wel af. Misschien nog een andere lamp. Ik vind deze niet zo heel leuk. Maar hij doet wel gewoon zijn werk. Dus het is niet een must. Rolgordijn, ja, ik vind dat donkerbruin niet heel mooi. Maar hij doet het gewoon heel goed. Dus we hebben ook zoiets van, die laten we ook gewoon hangen voorlopig. En ja, dan is het eerst een sneak peek van de baby room. Marco is inmiddels ook weer thuis en hij heeft net lekker gekookt. Was ik weg geweest? Ja, je was naar de Gamma. Oh ja, ik was naar de Gamma. Ik zal jullie zo even laten zien, want hij heeft ook nog een soort foto-ophangsysteem voor in onze hal gehaald bij de Gamma. En dat heeft hij al opgehangen. Ja. Ik ben goed bezig, hè? Het is inmiddels 8 uur en ik heb echt mega veel trek. Even lekker bami gekookt met een eitje en ik had weer serundeng gehad. Dit vind ik altijd serundeng. Vind ik altijd heel lekker om te strooien over de bami. En we hebben kroephoek en Marco heeft zelf pindasaus gemaakt, want we kwamen erachter. We hadden echt nog maar één mini bakje, als te weinig. Nou, één ding is zeker. We hebben nu genoeg. We hebben genoeg. Maar we kunnen gewoon invriezen voor de volgende keer als we bami gaan eten. Ja, ik heb het gewoon met pinda's gemaakt. Ja, we hebben die 100% pindakaas. Oh, die heb ik gebruikt. Die heb je gebruikt. En wat doe je dan nog meer erdoorheen? Ik heb echt geen idee eigenlijk. Knoflook, gember, een beetje sambal, ketchup. Oh, gewoon echt van alles. Oh my god. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Nog veel meer, een beetje citroen. gewoon alles wat je kan bedenken, bijna. Nee, gewoon een heerlijke smaaksensatie. Ja, ik heb er zin in. Dat is echt lekker hoor. Ja, weet ik, geloof ik. We gaan nu Wie is de Mol kijken. Zin on. De aflevering was weer leuk en we gaan nu Sex Education kijken. Seizoen 2 is online. Het is echt een hilarische serie, of online, op Netflix. Ook online. En, ja, eigenlijk wel toch. Dus dat vinden we een hele leuke serie en ik heb een heel lekker toetje gehaald. We hebben... Dit is van Vianetta, zo'n boomstam. Biscuit caramel, die is zo lekker. Wat heb jij? Een inkakker. Dat mag ook, toch? Ja, zondag. Druk weekend gehad.
En vandaag ook druk geweest. Ja, dat bedoel ik. Oh, dat is nog steeds niet goed. Heb je een drukke dag morgen? Ik heb echt oprecht geen flauw idee. Nee. Nog eventjes lekker onwetend blijven. Ik wou net zeggen, dat ga je niet eens kijken. Vindt u dat goed? Dat vind ik goed. Oké, dank u wel. Hoi, goedemorgen. Het is maandag, een nieuwe week. Ik ga hem even opmaken, want ik ga zo meteen shooten met Sanne. Ik heb net de outfits klaargelegd. En ik zal jullie zo even laten zien welke outfits we deze keer gaan shooten. Volgens mij liep mijn buurvrouw achter me langs. Super gênant. Dat vind ik altijd zo awkward. Want hier stort van alles in. Oh, top. Jongens, dit is nu al niet mijn dag. Ik heb echt heel, heel verrot geslapen. Of nou ja, ik heb wel gewoon geslapen. Ik ging iets te laat naar bed, maar het was oké. Alleen heb ik heel erg vervelend gedroomd. Ik heb gedroomd dat ik continu moest haasten. Dat ik overal te laat voor kwam. Gewoon een heel gehaast gevoel. En ja, het lijkt zo. Dat is natuurlijk niet zo. Maar alsof ik dat letterlijk de hele nacht heb gedroomd. En het grappige is, ik werd wakker en ik zei dat tegen Marco. En die zei dat hij precies zo'n droom had gehad. Dus misschien hebben we elkaar onbewust ook een beetje daarmee aangestoken of zo. In ieder geval echt een verschrikkelijk gevoel om mee wakker te worden. Alsof je ja, het allemaal niet onder controle hebt. En ik had daarnaast ook nog in die droom dat ik heel erg faalde. En dat ik iedereen teleurstelde. En ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Want ja, ik heb niet echt het gevoel dat ik daarmee bezig ben. Maar vaak komen zulke dingen toch een beetje eruit in je dromen. Dus ik weet het niet. Maar in ieder geval niet heel relaxed. Maar ik denk als ik zo meteen eenmaal lekker buiten in de frisse lucht ben en aan het shooten ben met Sanne, dat het gewoon weer helemaal goed moet komen. En vanmiddag heb ik nog een afspraak. Dan staat er een brainstorm op de planning met twee andere meiden. En dan gaan we even brainstormen over iets wat we misschien gaan opstarten. Ik weet niet zo goed in hoeverre we daar al wat over willen zeggen en het slim is om dat te doen. Dus ik hou het nog een beetje mysterieus. Maar dat is in ieder geval wel iets leuks wat nog op de planning staat voor vandaag. En verder wordt het gewoon editen, facturen schrijven, mails bijwerken, dat soort dingetjes. Dus wel een volle, maar lekker afwisselende werkdag. Dus ik heb daar zin in. Ja, laten we hopen dat die droom niet te veel voorspelde over de rest van vandaag. Want dan wordt het gewoon een prima maandag. De eerste outfit die ik ga shooten is deze outfit die ik laatst aan had. Ik vond dat mijn buik hier wel mooi in uitkwam. Dus ik dacht dat is wel leuk om ook een keer voor Instagram zo'n soort foto te maken. Want eigenlijk in mijn feed heb ik nog niet echt foto's waar ik denk nou ik zie er zwanger uit of zo. Dus ik vond dit nu wel leuk en comfy. En die combineer ik met deze sneakers. Dus die doe ik zo gelijk even aan. En met dit korte teddyjasje. En de andere outfits zijn eigenlijk heel anders. Ik dacht, ik vind het wel weer tof om deze wijd uitlopende bandplooibroek te dragen. Die pas ik nog, dus dat is super mooi. En dan met deze kleur turtleneck. Een beetje een chique, wat lichtere outfit. En dit is zo'n kort vestje die ik er eventueel nog overheen kan dragen. Dus dit bij elkaar. En dat wilde ik dan ook met die sneakers doen. Om het iets ja, meer sportief te maken. Dan deze outfit die ik gisteren dus ook droeg naar die high tea. Met een trui met een knoop en een zwarte rok. En dan met hoge laarzen. En ik heb ook deze beige rok. Die zit ook weer heel mooi. En dan in combinatie met een gebroken wit truitje. Bruin tasje en deze cognac laarzen. Dus ik heb wat meer vrouwelijke outfits en juist wat meer sportief of zo. In het kader van originele fotolocaties kan ik best deze ladder een keer beklimmen. Loop weer bepakt en bezakt. En ik dacht van nou, het is maandag, het was rustig maandagochtend, maar echt, je hoort het al. We moeten continu opletten dat er niet een vrachtwagen of zo bovenop ons komt. Sanne en ik dachten, we gaan even wat kleins lunchen. Dus toen dachten we, nou misschien beter pancakes kiezen. Ik weet ook niet waarom we eigenlijk dachten dat dat weinig was. Maar we wisten van die broodjes van vorige keer dat het heel veel was. En dit hadden we gewoon wel kunnen delen. Maar het is wel heel lekker. Een beetje een soort appeltaartachtige pannenkoek. Zoiets, denk ik. Ja. Het is inmiddels 4:30. Ik ben alweer een hele tijd terug van het shooten met Sanne. Het ging best wel goed. Ik merk wel dat het nu iets zwaarder begint te worden voor mij. Niet dat ik nou echt al heel zwaar ben met mijn buik of zo. Maar ja, ik moet gewoon om de huiverklap plassen. Het omkleden is gewoon, kost iets meer energie continu. Maar het is wel gewoon gelukt. En net had ik een hele leuke brainstorm. Waar ik jullie vanochtend over vertelde. Over iets nieuws dat er opgestart gaat worden.
Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, eigenlijk weet ik het wel zeker. Daar heb ik heel erg veel zin in met twee andere meiden. En dat ging ook heel goed. Heel veel ideeën al gepasseerd en best wel veel al concreet gemaakt ook. En nu ga ik nog even een uurtje editen voordat Marco thuis is. Want dan gaan we samen even sporten. En ik heb echt nog geen computerwerk gedaan. En daar heb ik ook weinig tijd voor nog de rest van de week. Dus dat moet echt gebeuren. Ik kreeg een heel leuk pakketje net, namelijk van Ben & Jerry's. Zo leuk. Vorige week was een event, maar ik kon niet komen. Want ik had ook al mijn nieuwjaarsborrel van mijn mediabureau. En het werd echt een beetje een te lange dag voor mij dan ook. Dus toen vroeg ze of ze hem mocht laten bezorgen. Dus ik zei, nou, vet leuk. Netflix and chilled peanut butter ice cream with sweet salty pretzel swirls and brownie pieces. Oh, lekker zeg. Oh, hier ben ik heel erg benieuwd naar. Als ik deze ga proeven, dan horen jullie wel wat ik ervan vind. Dit kun je zo lekker op je schoot in bed doen. Dan stop je hier de bak in. Lepels erbij. Hierbij een pizza check voor de ultieme chillavond met pizza en ijs. Dus ik kan ook nog bij de New Yorker gratis pizza halen. Heel chill. Hallo babe. Hallo. Ik heb een nieuwe Ben & Jerry's smaak gekregen. Oh. Dit is hem. Jij komt altijd op zo'n goed moment binnenlopen. Oh. Netflix en chilled. Klinkt lekker, hè? Pretzel, pindakaas en brownie, wat? Echt, hè? En kijk dit dan voor in bed. Schat. Oh. Kun je hem hier inzetten? Netflix en chilled ligt vanaf 9 maart in de winkel, maar je kan de smaak wel alvast bestellen samen met je derde pleasure bij New York Pizza. Dus vanaf 9 maart komt hij gewoon in de winkel, maar hij is vanaf 20 januari 2 weken exclusief verkrijgbaar bij New York Pizza, als ik het goed begrijp. Ik vind het echt heel chill. Ja. Nou, leuk. Leuk dat ik binnen ben. Ja, hè? Gaan we sporten. Hij is leuk. Lijkt me wel een goede, toch? Ja, eerst ijs innen en dan sporten. Het is tijd om weer te gaan sporten. Ik had niet zoveel zin, maar we gaan toch. Dus dat vind ik al heel goed. En ik kom net tot ontdekking dat ik mijn haar elastiekje maar vergeten. Dat vind ik echt niet nice. Maar goed, maakt niet uit. Niks aan te doen. Marco heeft lekker gekookt voor ons. Na het sporten. Hoe ging het sporten eigenlijk bij jou? Maar ging wel goed. Ja. Geen moeite hoor. Nee, ik vond het ook wel nice. Vooral die wall sits die ik heb gedaan. Nou, dit is wat we eten. Pangasiusfilet met een soort citroen-dille-achtig mixje. En dit zijn gewoon allemaal groenten. En ovenfrietjes, zoete aardappel-ovenfrietjes met 2 soorten dips. Ja. Want ja, die hoeveelheid satésaus gisteren. Ik had weer zin in satésaus. Maar ik heb voor de zekerheid. Hier kan ik ook een beetje dippen. Ja, tuurlijk. Prima. En we gaan verder met Sex Education. Het is weer hilarisch om te brullen. Ik heb vanavond nog eventjes geëdit. En ik heb net de 2e aflevering van Over Mijn Lijk gekeken. En wow, wat is dat toch altijd een emotioneel programma. Aan de ene kant is het een mooi programma, maar het is zo heftig en zwaar. En oh. En nu presenteert Tim Hofman het. En ik vind dat hij het ook weer onwijs goed doet. Dus ja, ik weet niet. Het raakt me altijd wel heel erg. Ik ga nu mijn make-up eraf halen, tanden poetsen en lekker naar bed. En hopelijk heb ik een wat betere nacht dan gisteren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei doei!